Rick in de Klas is maatschappelijk partner van het Eurovisie Songfestival. En daarop doordenkend dachten we, willen heel graag een blijvende, een tastbare herinnering achterlaten voor de Rotterdamse kinderen. En zo zijn we op het idee gekomen van een muziekspeeltoestel. En dat is uiteindelijk de memo van Jalp geworden. Toen hebben we een heleboel partners daarbij gezocht om dit project te ondersteunen. Zoals Jantje Beton, het Jeugd Educatiefonds, Jeugd van Sport en Cultuur, van de Ende Foundation, maar ook de speeltuinvereniging natuurlijk en de gemeente Rotterdam en ook particuliere gevers en ondernemers die dit project gesteund hebben. En als je een speeltuin hebt, moet daar natuurlijk ook op gespeeld kunnen worden. Dus we hebben de studenten van de hogescholen van Rotterdam uitgedaagd om het eerste lesmateriaal hiervoor te maken en dat wordt ook gedemonstreerd. We hopen op deze manier dat op nog veel meer plekken in Rotterdam, maar ook in andere steden, dit project wordt doorgezet en dat op die manier heel erg veel kinderen samen muziek kunnen maken en daardoor steeds meer geënthousiasmeerd raken voor muziek. Ja, ik vind het eerlijk gezegd super leuk, want nu kan ik ook met andere kinderen bijvoorbeeld samen spelen. Omdat dan kan je ook muziekjes kiezen en zo. Dus ja.